Hoi hoi allemaal, welkom bij CNL Reborns. Ik ga vandaag een muurboom op de muur van het kamertje plakken. Die komt op deze witte muur. Het was een witte boom. Ik heb het zelf mintgroen gemaakt en anthraciet. En ik wilde jullie eigenlijk laten zien hoe ik hem op ga plakken. Ik zet jullie even neer op de grond. Pak ik de kitspuit. En dan begin ik met het eerste gedeelte van de boom. Zo. Deze even aan de kant. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Ik ga alle delen vastkitten en dan plak ik het zo tegen de muur. Oh. Zo. Er zitten nog een paar harde stukjes aan, want ik had het met een ander soort lijm geprobeerd. Maar dat bleef niet echt zitten. Dus hopelijk gaat deze beter. Zo. Draai jullie even een stukje naar de muur. Ik hoop dat het allemaal goed te zien is. En dan gaat het eerste deel erop. En zo. Tweede deel. Is deze. Even wat kit erop. En dan zometeen voorzichtig vastplakken. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Het tweede deel gaat er nu op. Het moet natuurlijk wel een beetje recht zitten. Zo. Zo zit hij nu. En dan ga ik de tak pakken. En dan ga ik die vastplakken. Nu zit de tweede tak er ook op. En dan ga ik naar de volgende tak. Hij zal waarschijnlijk net een beetje achter het tafeltje vallen. Ik ga de volgende tak opplakken. Nummer 2 zit er ook op. En dan gaan we naar de volgende tak. Het begint er al heel leuk uit te zien. Ik vind de kleur ook super leuk. Anthraciet met mintgroen. Daar hou ik echt van. Ook de volgende zit erop geplakt. Het begint al een beetje vorm te krijgen. Het lijkt me ook echt leuk om straks de beestjes erop te gaan plakken. Andere takjes zitten er ondertussen ook op. Ik ga proberen om de volgende er ook op te. Nou, de andere takken zijn ook geplaatst. Het beeld wordt een beetje wazig. Ik ga hem nu verder afmaken. De takken aan de linkerkant zitten er ook op. Dus hij ziet er nu zo uit. En dan gaan we weer verder met de volgende delen. Ondertussen heb ik de blaadjes erop geplakt. Alles is goed. En dan gaan we nu de laatste dingetjes erop plakken, dat zijn de diertjes. Ik heb zojuist het vogelhuisje erop geplakt. En dan hebben we hier de uil. En ondertussen zitten de twee eekhoorntjes erop. En dan als laatste de vogel en de vlinder. Ondertussen hangt ook de vlinder en de vogel.
En nu is de mesboom klaar. Zo. Ik ben er erg blij mee. Het ziet er super schattig uit. Het is weer een leuk nieuw item voor het kamertje. Zo ziet hij er van deze kant uit. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.